Nou mensen, we staan hier op het logistiek centrum Hogeveen. En eigenlijk in het beekdal van het Oude Diep. Omdat er hier een speciale omstandigheden zijn. Kwel en de grondsoort is hier ideaal. Is hier een mooie plantengemeenschap ontstaan. Waaronder een aantal orchideeën. En dat is eigenlijk wel een beetje speciaal en uniek. En nou is het de bedoeling dat wij de orchideeën gaan tellen vanavond. Ja, dit is ook een rietorgis. Dit is ook een rietorgis. 1, 2, 3. De rietorgis zijn te herkennen aan de vlekken. De gevlekte rietorgis zijn te herkennen aan de vlekjes op de bladeren. We zijn de plantenwerkgroep van IVN Hogeveen en we gaan elke dinsdagavond gaan we op stap en het inventariseren van planten, de wilde flora. Het gaat ons hier om het inventariseren van de orchideeën en dan de ontwikkeling over jaren heen. Hoe dat verloopt, komen er meer, komen er minder. Ik maak overal foto's van en zet meteen in goede volgorde wat het is. En dit zet ik op de computer en dan zet ik de namen erbij. En dan ga ik aan het leren hoe alles heet. Want ik dacht dat ik al een heleboel wist, maar het is nog maar zo'n stukje van alles wat er staat. Ik ben altijd al gek op tuinieren geweest en ik fiets heel veel, ik wandel. En alles wat ik zie, ik wil weten wat het is. En ik ben gewoon een natuurmens. Ik heb groene vingers, wat altijd gezegd wordt. Ik geniet elke dinsdagavond. Nou, dat was het voor vanavond. Veel geteld, veel gezien. Hopelijk weer de volgende week.